Ja, voilà. Dus tot zover het eerste deel van het isoleren van de garagevloer. Ik zit letterlijk in de helft. Dus ja, mijn grootste werk is die rommel natuurlijk, hè. Ik moet nu nog vooral rommel buiten krijgen. Maar dus tot daar, dat is letterlijk de helft, is geïsoleerd. Die platen liggen erop. Ik heb niet echt grote uitdagingen tegengekomen. Ja, ik heb een rattennest, een spitsmuis was het, een nest van een spitsmuis gevonden. Maar dat is ook op zich niet zo vreemd, want Jos, onze kat, ik heb niet graag dat hij hier komt, omdat hij dan op die zetels plaatsneemt op die zetels en die zetels dan kapot krabt enzovoort. En ook op de motor dan gaan zitten en mogelijk de motor ook het zadel kapot krabt. Dus ja, als je je kat hier niet binnenlaat, dan is het wel niet vreemd dat er hier ook muizen zitten. Maar ik zag hem, dat spitsmuisje was ontsnapt. Maar ik heb vandaag Jos wel zien lopen met de spitsmuis. Dus ik denk, ik vermoed dat hij me toch geregeld heeft uiteindelijk. Ik heb al veel rommel verplaatst, zoals je ziet. Dus de motoren staan bijvoorbeeld al. Twee van de motoren staan daar. Ja, normaal gezien kwam er vandaag nog een koper voor die Honda. Die heeft afgebeld, maar die komt misschien nog wel. Dus die verdwijnt. Ik moet nog zien hoe ik mijn GS, die staat daar nog. Ik moet nog zien, die twee moeten eerst weg. Die twee zaagmachines, die ga ik denk ik daar, eerst moeten die dingen weg, die rekken. En dan ga ik denk ik daar die twee zaagmachines zetten. Dan heb ik hier plaats om achteruit te rijden. En dan hier op mijn opstapje, hier erop te rijden. En dan kan ik hem mee daar parkeren. Wat kan ik nog doen? Ja, een keer dat dat gebeurd is, moet ik dus eerst en vooral kijken voor de elektriciteit. Nu, ik heb al gezien dat ik bijvoorbeeld perfect hierachter nog een kabel kwijt kan. Dus ik ga denk ik daar mijn kabel. Ik ga daardoor veel meer elektriciteitskabel verbruiken, omdat ik op de rand blijf. Maar dan ligt dat niet in de weg voor de vloerverwarming. Van de vloerverwarming heb ik nog een buis liggen, maar ik moet zien of die nog oké is, want die heeft buiten gelegen 4 jaar. En die kan ik ook pas op het allerlaatste moment leggen. Want als ik die vloerverwarming hierop leg, die kringen, ja, dan kan ik hier niet meer op stappen natuurlijk. Dus dan ga ik echt, die mens komt eind augustus, begin september, komt die de schap kappen of gieten of hoe dan ze het ook doen. Dus als ik tegen dan, als ik weet wanneer het hem komt, dan kan ik gewoon de avond ervoor zien dat ik alles heb en de avond ervoor gewoon. Dat is echt gewoon een kring leggen. Alleen zo'n slakkenvorm. Je vertrekt daar, je legt wat in kringen en je komt terug naar buiten. En je komt terug uit waar je begonnen bent. Die aansluiting of dat water erop zetten enzovoort, dat moet allemaal nog niet gebeurd zijn. Als ik gewoon zie dat die buis hier ligt, als hem komt storten, dan is het al goed. Voor de rest. Ja, opruimen, hè. Echt. Ja, dat hout bijvoorbeeld, dat pakt ook veel plaats in nu hier. Dat is hout voor de plafonds nog. Ik ga dat hier niet opleggen, want... ik zou het kunnen nog op... Het probleem is, alles wat ik hier opleg, de fietsen bijvoorbeeld, die staan daar nu op. Dat betekent, de dag dat die mens komt... die dozen gaan nog verdwijnen. Maar de dag dat die mens komt... Tortenshop, moet ik die fietsen buiten zetten, moet ik die motorfietsen buiten zetten, moet ik die zetel buiten zetten, die staat ook te koop als je interesse hebt, moet ik die twee zaagmachines buiten zetten, ik moet alles dat hier nog staat, en die planken moet ik ook allemaal buiten zetten, juist. Dus een dag dat hij komt, hoe meer dat er hier nog staat, hoe meer dat ik die een dag zelf nog werk heb om dingen buiten te zetten, dus ik zou liefst zoveel mogelijk hier weg hebben. Sowieso een keer dat de vloer er ligt, gaan we aan die kant een deftige werkbank en deftige kasten voorzien. Aan die kant hebben we het meeste plaats. Zodat we daar dingen kunnen opbergen. Want hier op dat rek, je kunt dat nu niet zien, maar dat is vooral werkmateriaal dat daarop ligt. Hè. Dingen dat ik dagelijks gebruik, daar ligt niet zoveel op wat ik niet nodig heb. Ze. Maar goed, binnenkort dus deel 2... van de garage en dan nog de elektriciteit en de vloerverwarming en opruimen, 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 altijd maar opruimen.